Bedankt. Welkom bij Knowing Me, Knowing You. Ze wonen samen op een eiland. Ze zingen samen, ze schrijven liedjes voor elkaar. Maar hoe goed kennen ze elkaar? Daar gaat het vanavond om. En ik ben blij dat ze er zijn. De trots van Volendam. Dankjewel. Simon Keizer. Jan Smit. De manager Alois Buijs. En natuurlijk ook Nick Schilder. Ja, voor we beginnen, het wordt een harde strijd, heren, maar hoe goed kennen jullie elkaar qua privé? Kom je met elkaar over de vloer? Nou ja, dus ik denk dat we elkaar allemaal door en door kennen wel. Dus dit wordt het eerste team wat echt vrienden van elkaar is, wat met elkaar over de vloer komt, met elkaar op vakantie gaat, alles met elkaar deelt. Alles is wel heel veel, nou, maar veel wel. We hebben best wel veel gedaan samen. Dus er zijn nog kleine gebiedjes die wij van jullie zouden kunnen weten, waar jullie van elkaar niks van weten. Niet veel, denk ik. Alois, doe eens een gokje. Waar zit nog zo'n niche? Dat is een slaapkamer misschien van Nick of zo, maar voor de rest weet ik wel alles. Als er echt een paniek uitbreekt hier, dan kijken we naar jou, want jij weet het. Dat denk ik wel. Ja. Doe eens een gokje. Wie kent elkaar nou echt allerbest? Ik denk dat Simon en ik wel het meest intensieve met elkaar omgaan. Jullie tweeën samen? Ja, omdat we gewoon continu bij elkaar in de auto zitten. Ja. Maar als je nou echt kijkt van jullie vieren over de rest? Ik denk dan Jan. Ja? Ben je zo'n nieuwsgierig mannetje, Jan? Volgens mij onthoud ik heel veel. Ja. Dat is het, denk ik. Heren, geniet. Wij zijn heel fanatiek, mag dat? Dat is wel fijn ook. Okay. Ik hou er niet van. De eerste vragen gaan over jullie werk. De vraag van Jan. Jullie zijn voor je werk heel vaak onderweg. Welke grap halen Nick en Simon onderweg wel eens uit? Welke grap halen Nick en Simon wel eens uit? En met name na een concert. Weet alles van elkaar. Geen idee. Nee. Ja, maar kijk, zij treden natuurlijk los van mij op. Ze zijn niet altijd bij mij. En ze... Ja, onthoudt wel veel dus. Ik onthoud heel veel, maar ik heb al 8 maanden niks gedaan. Dus ik heb ze al heel lang ook niet gezien. Dus ja. Maar dit doen ze de hele tijd al, hoor. Dus, Ik denk dat je doelt op mensen bellen. Nou, mensen. Fans, zijn mensen, fans bellen die hun nummer hebben gegeven tijdens het optreden. En dan, vrouwelijke mensen vaak, toch? En dan de voicemail inspreken van wat jammer dat je nou niet opneemt. Ben jullie tegen de midden in de nacht op? Of laat? Ja, precies. En hoe laat is dat dan, dat jullie bellen? Ja, 3 uur s'nachts en dan de volgende nacht weer. En dan, ja, je hebt nu weer je telefoon niet aan. Dus ik denk dat je ons echt niet wil spreken. En dan geen nummer achterlaten. Nee, joh. Precies. Heerlijk. Voor Nick. Simon die schrijft veel teksten voor Jan, maar het begon heel anders. Want de allereerste tekst van Jan vond Simon helemaal niks. Hoe ging die tekst? A. Haar boek is strak, haar haar is blond, een mooie glimlach om haar mond. B. De wolken zijn blauw, ik hou van jou. C. Ons geluk, dat is voorbij, jij gaat verder zonder mij. Ook mooi. Of de krachtige D. Maar ik hoef niet te verstaan, nee hoor, ik laat je nooit meer gaan. Die weet ik niet, dus het wordt een gokje. En dan gok ik op C. Ons geluk, dat is voorbij. Jij gaat verder zonder mij. Dat zou nu van toepassing kunnen zijn. Want het is niet goed, Nick. Helaas. Jan, dat was het. Ja, het was iets met de wolken en ik hou van jou. En toen ik dat als Simon liet horen, toen vond hij dat helemaal piep. Toen zei hij, nou, ik maak wel een andere tekst. En dat was eigenlijk het begin van onze samenwerking. En wat heb je toen gemaakt? Dat werd Stapel op jou. Ja, dat was de allereerste Smit en Keizer, zeg maar. Ja, en die hebben jullie helemaal niks. Die hebben jullie echt militant onder de aandacht van de Volendammers gebracht, hè? Wij zijn op mijn brommer door het dorp gereden met een gitaar op onze rug. En bij mensen op de straat hebben we dat gewoon gespeeld. Die wil het horen. Ja, dat was nog voor de grote doorbraak. Dus toen konden we nog ongegeneerd muziek maken op straat. Ja, wat Madonna in New York deed begin jaren 80, hebben jullie konden wij gewoon op gedaan. De dijken en zo doen. Dus dat net zo lang zingen tot iedereen van ellende mag inkopen, zeg maar. Het is goed gelukt. Voor Simon. Jan die wordt zelden boos, maar een keer onderweg naar een concert in Duitsland was de boot echt aan. Toen werd hij woedend op Alois. Waarom was dat? Nou, Alois staat wel heel bekend om zijn scheten. Ik? Ik? Nooit een scheet gegeven. Je bent zo beschaafd, je geeft een scheet. Dus misschien... Mooi. Wij laten een scheet, maar jullie... Ja, oké, okay, dat bedoel ik. Ook nog nee, dat is het absoluut niet. Dus dat was niet goed. Nee, dat is niet goed. Maar mijn herkansing misschien? Op Alois. Nee, Eén keer was het gewoon dat hij echt zei van, nu is de boot aan. Ja, toen was ik echt kwaad.
Nou Jan, waarom was het? Vertel maar. Nou, ik zat al een dag of 60 in Duitsland achter elkaar. En toen had mijn moeder 10 flippen meegegeven. Dat zijn dus kadetjes uit Volendam. En een slaatje van foe, dat is dan ook een specialiteit. En daar zat ik echt, echt op te wachten al een hele tijd. Kwijlend. Ik kwam te kwijlen, zat ik in de auto. En toen gooide hij, na een uur dat ik bij mijn auto zat, gooide hij eerst die zak flip uit het raam. En daarna dat slaatje erachteraan. En waarom? Gaan we te pesten? Dat vonden wij toen leuk. Nu nog? En nu nog, ja. Ik ken het verhaal wel, inderdaad. Achteraf. Ja. En wat heb je toen gedaan? Nee, ik was nu nog te klein om met elkaar te slaan. Maar hij als ik het niet. Nu wat een nare manager ben jij, zeg. Je blijft maar lachen, hoor. Ja, dat vond ik toen wel humor. Alois, wat is het allergekste wat Jan ooit voor een fan heeft gedaan? Ja, wacht even. Voor welke... Ja. Bij een fan of voor een... Dat ja, je bij, voor bij een fan. Die fan die vroeg iets en dat deed jij toen. Ja, oké. Okay. Grofweg. Ja, veel gedetailleerder kan ik het niet brengen. Ja, dat weet ik. Dat zijn zoveel dingen, dus dat weet ik zo niet. Nou, wat jij dan echt, zeg maar, dat was behoorlijk gek. Komt niks omhoog? Ja, maar als je het even beter uitlegt, ik moest een keer een handtekening zetten. Ja, maar je moet hem niet helpen. Nou, dat is bij deze al. Hij weet het gewoon niet gegaan, ja, dat Jan. Dat weet ik wel, maar ja. Of dat nou op televisie te vertellen. Ja, maar het is wel echt gebeurd en het laat wel zien wat er in jullie leven gebeurt. Dat weet ik wel, wat dat is. Er kwam vertel het dan maar, Alois. In de kleedkamer en die wilde handtekening onder haar onderbroek. Om het zo maar even te noemen. Onder haar onderbroek? Ja. Dan ziet niemand hem toch? Nou ja. Op haar vagina. En toen zei Jan, nou, doe je broek maar uit. En ze deed de broek uit en ze ging liggen. Jan zei, dat is nee, ze ging niet liggen. Je maakt het nog veel erger. Dus hij staat zeg maar half aan de binnenkant. Ja, zo. Nee, er was gewoon een fan die kwam naar me toe en die zei van, ik wil een handtekening. Nou, daar dus. En ik dacht, nou, een geintje. Dus ik zei, trek je broek maar uit. En vervolgens liet ze de broek zakken. Ja, dan moet je, vind ik ook, dan moet je het ook doen. Ja, dan moet je niet. Absoluut. Ja, dit is al een jaar of 3 geleden. Of 4, misschien al wel 4. Zou nou niet meer gebeuren, toch? Nee, nou kan het niet meer. Maar heb je het gedaan met bolpen of met dikke stift? Of, ik heb mijn volledige doopnaam gebruikt. Ze heeft echt een kwartier lol aan gehad, zeg maar. Ja. Goed. Jan, Nick die is al een kunstliefhebber. Wat maakte bij hem het meeste indruk toen hij in het Louvre was? Die weet ik dan weer. Weet ik ook. De Mona Lisa, waar hangt die daar niet? Die hangt daar. Nou, was dat niet? Nee. Niet de Mona Lisa? Komt wel in de buurt. De kunstroute van, hoe heet die, van het boek. Ja, Nick, vertel hem maar. Nou, dat was dus de vraag, wat is de raarste plaats waar je ooit seks hebt gehad? Dat wist ik. Was dat daar? Tegenover, toch? De wc's tegenover de Mona Lisa. Dus je zat echt in de buurt. Hij wilde het eerst in de Eiffeltoren doen, maar dat kon niet. Dat was te veel beveiliging. Je had van tevoren al bedacht dat je het dan wou doen? Ja, dat was volbedachte raden, ja. Oh, oké. Okay. Want? Dat vind je... Nou, dat, ja, je hebt wel eens zo'n moment, toch? Jawel, maar dan kan ik ook zeggen, we doen het bij de McDonald's of de Champs-Élysées. Neem je toch het Louvre? Ja, nou, de Eiffeltoren stond echt op 1, maar dat kan echt niet, geloof ik. Ga het niet proberen. Nee. Dat kan niet. Dus dat, nou, het Louvre was toch wel een beetje de tweede attractie is op dat moment. Ik zit de klapper mee horen, nou, wat ik allemaal hoor van jou. Hè? Ik ga niet vragen wat jullie het allemaal gedaan hebben, hoor. Dat is echt een Nick dingetje. Simon, wat vroegen Alois en vader Jaap zo ongeveer elke dag aan Jan vanaf zijn 13e jaar? Echt ongeveer elke dag. Oh, dat is al 10 keer per dag. Is dit ook goed voor tv? Ja, ja. Dit is datzelfde niveau. Ik denk, dat zal de zin zijn, heb je al geneukt? Wat? Nou, dat... Vroegen jullie het zo, of niet? Nee, ben je nog maagd? Oh, hier stond er weer, heb je het al gedaan? Of ik het al gedaan. Heb je het al gedaan? En toen? Nee, tot mijn 16e moest ik elke dag met nee die vraag beantwoorden. Ja, toen was je eindelijk 16, toen dacht je, nu moet het er maar van komen, in Parijs. En toen was het zover. En wie heb je toen gebeld? Toen heb ik eerst Jaap gebeld. S'nachts om 3 uur. En daarna mij, s'nachts om 3 uur. En daarna Alois. Een hele rijtje gebeld, ja. Heel eerlijk. Ik heb het gedaan, ik heb het gedaan.
Maar hoe heette zij dan? Dat ga ik niet zeggen. De volgende vragen gaan over lang geleden vroeger. Alois. Nee, voor Simon. Alois was vroeger op zijn zachtst gezegd nogal een onrustig kereltje. Als hij de kans kreeg, dan liep hij weg van huis. Wat gebruikten zijn ouders om dat te voorkomen? Was dat A, extra deursloten? Of B, camerabewaking? Of C, prikkeldraad? Of D, een extra stevige oppas? Was het zo erg? Ja, zo erg was het. Nou, ik denk niet dat Jaap kennende met sloten in de weer gaat. Ik gok dan op de oppas. Prikkeldraad en sloten. Tjonge. Vertel even, Alois, hoe erg was dat dan? Nou ja, ik moest gewoon boven op de raam, moest extra sloten komen. Want ik klom gewoon uit het raam vandaan en dan over de muur. Dus dan moest daar prikkeldraad moest daar komen. Maar welke leeftijd hebben we nu? 5, 6. En wat is het record wat je gehaald hebt qua weglopen, zeg maar? Ja, dat weet ik niet. Op een gegeven moment was dat afgelopen, want er zat een prikkeldraad, de sloot overloop, dus ik kon geen kant meer op. Weet je, geweldig. Toen ben je daarna in de zaak van je vader gegaan. Ja, want je kon dat maar aan doen. Je mocht de deur niet uit, zeg maar. Ja. Nick, waarom werd Alois toen hij 13 was geboeid afgevoerd van school? Jammer, hè? Toen zat hij weer achter het prikkeldraad. En hij is echt van school geschopt ook, volgens mij. Maar waarom dat gebeurd is, dat weet ik even niet, hoor. Hij had een keer een hele spuit, weet je, met lijm in de schoolmeester zijn tas leeggespoten, volgens mij. Niet waar? Nee. Niet waar? Nee, maar dat heb je wel gedaan? Nee. Oh, dat heb je helemaal niet gedaan? Had jij dat niet gedaan? Nee. De meester zijn boek vastgeplakt? Nee. Had je dat gedaan? Nee. Andere rottigheid die je nog weet, zo? Nee, Alois, zeg maar. Ik heb een keer ingebroken en een koud cola gestolen. Toen werd ik met een handboeien van school afgehaald. Lekker zootje daar, hè? Heb je gewoon in de supermarkt of zo? Nee, in café. Ja, de deur was los, je had de dorst. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je naar binnen. Toen was je 6, 7? Nee, toen was ik 12 of 13. Ja, ja. Toen werd ik met een handboeien van school mee. Dus je hebt officieel een strafblad, begrijp ik? Nee. Het is geregeld. Ja, dat weet ik niet. Dit was de eerste ronde en ik ben benieuwd wie tot nu toe zijn collega het beste kent. En jullie staan hartstikke gelijk. Oh, echt waar? Helemaal gelijk op. Hartstikke mooi. We gaan de tweede ronde spelen. Twee teams. De vragen worden iets moeilijker. Dus ze worden allemaal geïntroduceerd aan de hand van voorwerpen, fragmenten, geluiden. Kan van alles zijn. Let goed op. Het even met jullie hebben over hoe vroeg jullie begonnen zijn, Jan. Jij was echt heel klein nog toen je al ineens hartstikke beroemd werd. Ja, ik was 10 toen ik met BZN mocht zingen. En op mijn 11e scoorde ik mijn eerste nummer 1 hit. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hoe oud ben je nu? 22. Ja, dat is echt... Ik ben langer beroemd dan niet beroemd. Ja, kan ik nog niet zeggen. En jullie? Even kijken, ik was 22. Ja, dat is 2 jaar geleden. Twee jaar geleden, kwam onze eerste single uit. Waar zijn jullie nu? 24. Ik ben nu 24, Simon 23. Ik ben 23. 22 en 2. Goed. 24. De vraag die is voor Nick en Simon. Die gaat over Jan zijn jongleerkunst. Want Jan die kan met zijn neus of kin allerlei voorwerpen omhoog houden. Maar wij willen horen wat Jan nou juist niet op zijn gezicht omhoog kan houden. Is dat bijvoorbeeld een tuinkabouter? Kan Jan die op zijn gezicht jongleren? Ik ben er benieuwd naar. Of is dat bijvoorbeeld een schitterende roos? Ja, nou, dit kan hij wel. Ja. Kan hij die? Ja. Of is dat een bolpen? Ja, dat wordt lastig volgens mij. Is ook moeilijk. Ja. Of is het bijvoorbeeld zoiets als een oranje pilon? Ik denk dat... Ik denk ook de pen. Ik denk de pen. Ja? Ja. Ja, we zijn er nog niet, want het zou ook kunnen zijn... Ah, dat is een eitje. Een schitterende bezem. Of misschien toch ook wel... Een stoel. Een enorme stoel. En toch zeg ik de pen. Ik denk ook de pen. De pen. Ja. Ja. Echt gewoon met z'n drieën unaniem. Het is helemaal niet eens jouw vraag, Alois, maar sorry. Je zit in mijn team, hè? Toch nu? Zei hij het eerst of... Nee, wij waren ik heb hem alles wel eens zien jongleren, behalve dan de tuinkabouter. En als ik dan moet kiezen tussen een tuinkabouter en een pen... De pen is gewoon te klein, volgens mij. Dat zou kunnen. Jan, loop even mee. Want dan gaan we gewoon even proefondervindelijk... Want je hoeft niet te zingen. Maar dan... beginnen we gewoon met de bezem. Is dat goed? Heel mooi. Hoe lang nog? Nee, doe maar.
Ik pak hem over. Ik zou zeggen, gaat u door met de roos. Het wordt al lastiger. Ik begin nu alles te geloven. Ja. Als je erbij springt, krijg je een bonuspunt. Ja, die kun je goed. Okay. Ik zou zeggen, een pilon. Het gaat nog goed, jongens. Ja, lukt toch. Een loodzware stoel. Die ben echt, nou, wat zou het zijn? 30 kilo? Ja, weet jij wel, 30 kilo, wat is dat ding? Enorm. Die ook op mijn kin. Wat jij wil, dus, als je er maar niet in bijt. Ja, 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 ja. Het is echt wat. Ja, dat kan niet, dat lukt niet. Niet? Ja, laat toch maar even zien dan. Het is te licht. Ja, je hebt helemaal goed jongens, het is gewoon te licht een bolpunt. Hartstikke mooi. Jullie komen allemaal uit Volendam, dat mag iedereen zo langzamerhand wel weten. Ja. Maar wie van jullie is in hart en nieren nou de echte oer-Volendammer? Jezus, dat is zo'n ongelofelijke Volendammer. Ik denk dat ook. Ik denk Alois. Waarom ik? Omdat jij... ook op zee hebt gezeten. Dat ten eerste. Ja. Goed punt. Ja. En welke adem was het? Ja. Ja. Jezus. Zien. Kom maar even. Alois heeft een echte zelfgemaakt anker op zijn arm. Getatoeëerd? Ja, op school vroeger. Dat was toen nog stoer. Mooi. Die heb je voor het restje van je leven. Ja, dat gaan we doen. Het is een oer Volendam spel. En dat spel hebben wij genoemd. Herken de vis. Oh, shit. Wat een schitterend partijtje vis. Nou, Alois, dit moet jij hebben. Een stikke uur erin. En. We hebben nog een groot familielid. En die luistert naar de naam. Henk. Dit is Henk. Mooi. Henk. Zo jongens, en ik heb hier de bijbehorende bordjes. Jan, nou, Louis, ga je gang. Oh, dit is hun vraag. Ja. Mooi. Ik ben de vis. Dat is een pand, hè? Een schelvis. Ja. Nou. We gaan even razendsnel. Kan je even een kleine toelichting erbij geven? Oef. Nou, ik heb op de Noordzee gevaren, dus dit klopt. Dat weet jij gewoon. Wat vind je nou de lekkerste? Deze gerookt. Ja. Deze gekookt. En die gebruiken. Gestoofd. Oh, gunst, je hebt er verstand van. En voor jullie? Ik ga voor de kabeljauw. Ja, ik ga toch ook wel voor de kabeljauw. Maar dan, ja. Ja, prachtige vissen. Absoluut. Nou, zou ik dan die mag jij mee naar huis? Top, dankjewel. Haal hem bij je zo en dan zal ik die weer wegzetten. Snap maar jou, hè? Sorry, jongen. Willen jullie even een lekker gezellig doekje? Ik heb hem nergens aan. Oh, ik ben de enige die stinkt. Dus... Klopt het nou ook of niet? Het was helemaal gewoon goed. Had ik het nog niet gezegd? Ja, dit is helemaal goed, dames en heren. Even schoonmaakactie houden. Je meurt hier gewoon weg. Daar kunnen ze ook goed in van dan schoonmaken. Oh. Is dat zo? Ja. Met name de vrouwen. Zo. Sorry. Normaal zou je denken, dit onderdeeltje snijden we even weg. Maar nou, hou hem natuurlijk, dat begrijp je. Zo. Van de vis naar de palingsound. Dat is een klein stapje. Wie van jullie heeft de mooiste palingsound in huis? Wij. Ja? Kan je maar even, want ik heb dat nooit echt begrepen. Wat is nou palingsound? Nou, we zeggen dit wel heel zelfverzekerd, maar ik denk dat wij met de samenzang in de buurt komen. Want dat is wel wat palingsound maakt, denk ik. Jullie zijn met z'n twee. Nou, palingsound is in feite een noemer voor alle muziek uit Volendam. Dus, maar er zit iets. Waarom heet het dan palingsound? Omdat het makkelijk in het gehoor is, het glijdt lekker naar binnen. Het heet palingsound omdat in de jaren 60, vooral Alois' vader is daar een beetje debet aan. Die gingen naar de radiozenders met paling. Dat was een soort... smeermiddel, letterlijk en figuurlijk. Het had eigenlijk niks met de muziek te maken. Zodat de plaat gedraaid werd. Nee. Maar wat doen zij nou als ze naar de radio gaan? Dan nemen ze kibbeling mee. Dus hoe durf je dat te zeggen? Ja, maar dan krijg je gewoon vistik sound of zo. Dat schiet ook niet op. Ja, dus misschien moet die naam nu veranderd worden. Ja. Ja. Nou, voor Simon en Nick. Volendam die staat daar bekend om. Nou hebben wij het refrein van jullie hit Pak maar mijn hand. Door een aantal intimi van jullie in laten zingen. En dat gaat zo meteen klinken. Ik zou zeggen, luister...
zo goed mogelijk. En als het fragment in zijn geheel voorbij is, ga ik jullie vragen wie je zo al hebt gehoord. Het geldt alleen voor hun. Het is hun vraag, okay. Voor Simon en Nick. Je mag natuurlijk wel meegenieten, Jan. Want er zit nog wat talent tussen, hoor. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. Kom maar op. Hier komt het. Maribel? Maribel? Dat ja. Weet ik niet. Echt? Ik denk dat het met Maribel begon. Wie nog meer? Jens Smit. Mijn broer Robert, mijn broer Sam en mijn vader onmiskenbaar. En ik denk, het eindigde denk ik wel met mijn zus. Nou, we gaan een groot rijtje bij langs. Maribel, zat die ertussen? Mogen we die dan horen? Kennelijk niet. Nee. Die zat er niet tussen. Wie was de tweede? Mijn broer Robert. Broer Robert. Dat is ook twee keer Robert. Ah, twee keer Robert. Ja. Okay. Nog meer. Mijn broer Sam. Broer Sam. Nog mooier. Hier tenminste. Ja, mooi. Nee, je vader. Mijn vader. Vader. Ja, de vader van Aloïse. Ja, Buis, denk ik. Ja. Maar ik dacht dat je toch net je eigen vader bedoelde, of... Nee, ik hoorde echt Jaap Buijs. Jij hoorde Jaap Buijs. Je zat even... Het is allemaal zo close out voor Van en Dam. We zien Jaap gewoon als ons... Een soort vader, ja, ik snap dat wel. Dit is een soort halve broer. Is dat, ja. Mogen we even die vader horen? Het is geen probleem. Als je keer op keer je zou wil bewijzen. Nee, ik zou hier ook niet van zeggen dat het mijn eigen vader was. Hoor. Dus, nee. Die afhaar, hè? Die vind ik wel erg vals. Schitterend. Ja, ik snap het mooiste. Daarom met die manager. Wie nog meer? Jens Smit zat ertussen. Jenny, zat hij ertussen? Niet als enige de wereld dragen. Zou het dan Monique wezen in het begin? Nou, we hebben nog één over, hè? Die mag niet zingen. Wie was de eerste? Laten we de eerste nog even horen. Ja, de laatste. Dat weet ik. Laatste? Het een kan niet zonder het andere. Wie is dit? Alice. Alice. Heel goed, Jan. Oh, ja. Alice, ja, prachtig. Alice. En de laatste was Carina. Zie je wel. Ja, dan hebben jullie bijna alles goed, jongens. Dus ja, dat is gewoon een punt. Vind ik ook. Helemaal goed. De vraag is voor Jan en Alois. Die gaat over Nick, want Nick deed in 2004 mee aan Idols. Ja. Yeah. En we gaan even kijken naar hoe dat ging. Leuk. And she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. Mooi. Dank je. Ja, nou Jan en Alois, hoe dacht de jury daar toen over? Volgens mij vonden ze de zang wel goed, maar dat overhemd verschrikkelijk lelijk. Of was dat niet? Het was een behoorlijk rampzalige blouse. Misschien moeten we het splitsen. Wat vond Henk-Jan Smit en wat vond Erik van Tijn? Ik heb het niet gezien, maar hij is doorgegaan toen. Dus ze vonden het waarschijnlijk wel goed. Ik weet niet wat ze bij Nick zeiden. Ze hebben wel een keer, Henk-Jan heeft wel een keer gezegd, volgens mij, bij een andere Volendamse deelnemster. Volendam kent geen idolen. Ik denk dat hij daar nu wel van teruggekomen is, maar ik heb geen idee. Weet jij het nog? Ik denk, Erik van Tijn vond de presentatie waardeloos. En toen wilde ik het niet geloven, maar nu ik het terugzie, ben ik het wel met hem eens. En wat denk Jan? En Jan wilde mij wel het voordeel van de twijfel geven, want hij vond de stem denk ik goed. Zullen we even kijken? Maar de presentatie niet. Ik vraag me af waarom jij de hele tijd naar dat tapijt zat te kijken. Oh, sorry, zat ik dan? Ik heb het geen eens gemerkt. Nee. Dat vind ik heel erg jammer. Ik vind wel dat je een goede stem hebt. Ik vind eigenlijk de presentatie waardeloos. Want je staat naar de deur te kijken en overal kijk je naar. Het gaat alle kanten op. Het is echt heel slecht. Maar je zingt wel goed.
Mooi, hè? Je staat overal heen te kijken. Of... Geweldig. Ja, hoeveel ben je geworden? Misschien een bonuspunt, Jan. Nick werd 11e. Komt er meteen uit. Paf, 11e. Ja. Net niet, toen. Voelde dat ook zo? Toen wel. Nu ben ik heel blij dat ik toen 11e was. Ja, dan had je dat hele circus ingegaan en dan was dit niet gebeurd. Ja, inderdaad. Precies. Was je nooit heel lief met Simon aan de zang gekomen. Precies. Dit was de tweede ronde, jongens. Wie zou er als winnaar uit de voorschijn gekomen zijn? Ik denk weer gelijk. Nee, volgens mij waren wij met die vis wel heel erg... Ja, dat was echt jullie hoogtepuntje, ja, zeg maar. Maar het is toch het enorm gewonnen door Nick en Simon samen. Ha. Nick en Simon. Cheers. De derde ronde, dat is mijn fantasiewereld. Ik ga jullie meenemen door dat sleutelgat. Want achter dat sleutelgat, daar is een plek waarvan ik denk dat jullie muziek daar op zijn allermooist uitkomt. Okay. Ik zou zeggen, loop met me mee naar die prachtige plek. Zo, nou jongens, kom verder. Deze... Schitterende bejaarden, die zitten hier al. Ja, dit, Jan Smit, Nick, Simon en Alois. Kom even aan deze kant staan, heren. Wat zeg je? Ja, dat hoort u zo meteen. Ja. Die meneer die dementeert al een klein beetje, maar die vindt het toch heel fijn dat hij deze prachtige tros muziekboot van jullie top entertainment mag gaan genieten. Deze bejaarden zijn 15 jaar niet buiten geweest. Eindelijk mogen ze met ons gaan varen. Ik zou zeggen, jongens, zorg voor 1 minuut top entertainment voor deze bejaarden. Hierachter liggen instrumenten, scheepsdingen. Alles wat je mag gebruiken. Wil jij beginnen, Jan, of voor jou als laatste? Wat zullen we doen? Ik zou zeggen, Nick en Simon, bijten jullie het spits af. Kies hier je instrumenten. Stokken, toeters, dingen. En kies een nummer uit. Ik weet niet. Ja, even hier dingen. Dit is jullie plek. En zorg voor 1 minuut entertainment. Jan, kom je even hier zo, stiekem? Ik heb een leuk idee. Ja, maar jij mag zo meteen, hè? Deze ding. Dus ga je gang. Jij moet hey, wij tellen af. Hier zijn het team. Zijn we besteden? Kan niet? Drie, twee, op een dag vertelde mijn lieve oma. U mag mee blazen. Dat zij op weg ging heel alleen. Blazen, mevrouw, blazen. Ik klap hier maar even mee. Naar een heel mooi paradijs. Klap hem, meneer. Kom maar. Ze zei toen, lieve jongen. Als ik daaraan kom, zing jij dan nog jouw lied voor mij? Ja, want dan voel ik mij niet zo. Mooi! Is dat een minuut al? Nou, ik vond hem heel goed. Heel jammer. Dank jullie wel. Het vloog voor mij, dankjewel. Nick en Simon. Maar... Daal even, laat even de bloeddruk weer naar beneden gaan. We willen geen meteen echt terminale bejaarden aan boord. Haal adem, want nu komt Jan Smit en Alois. Weten jullie wat jullie gaan doen, jongens? Nou, ik vind wat zij laten zien is een beetje de tros van 25 jaar geleden. Wij doen de tros anno 2008. Ik vind het een fijn plan. 3, 2, 1, go! Oké, meneer, u doet mee aan blij dat ik glij. Komt u maar. 1, 2. Ja, kom maar. En goed opletten, Alois. En daar komt ie. En dat is 1. Oh, maar we krijgen het idee, we krijgen het idee. Dank u wel. U bent voor tijden van boord gedonden, meneer. Voelt u zich bekocht? Ja. Gaat u nu weer terug zetten, meneer? Gaat u nu naar een andere omroep? Ah, wat zielig. Ah, zet hem maar even weer terug, vind ik zielig. Maar, we gaan bepalen wie u het beste entertainment vond. Eerst voor Nick en Simon. Als u dat het mooiste vindt, klap het hardst. En dan voor Jan en Alois. Wie vond Nick en Simon het mooist? Ah, dat is wel jammer, dat doet niks. En wie vond Jan en Alois het mooist? Ja. Ja, ja, het is waarschijnlijk toch Jan en Alois geworden. Jongen, jongen. Als jullie even niet snabbelen en niet optreden en rustig in Volendam uitgaan, waar gaan jullie naartoe dan? Naar de Vrijheid. De Vrijheid. Ja. En als het nou echt heel erg gezellig is bij de Vrijheid, wat gebeurt er dan in de loop van de avond? Als het een beetje uit de hand loopt. Hangen ze wel eens aan de lampen en zo. Zie je al? Ja, daar sluit ik me bij aan. Ja? Daar zijn jullie op zich goed in. Ja, dat hadden wij een beetje voorzien. Dus ik heb hier 2 schitterende kastjes. En als ik dan zeg maar op het pijltje naar beneden druk... Kijk. Dan komen daar 2 prachtige lampen naar beneden. Nou, dames en heren, is het top entertainment
Oh, wat. In verband met ga klaarstaan. Een team onder de lamp gaan hangen. Ja, kies je favoriete lamp uit. Zo, kan je erbij, Jan? Je bent iets kleiner dan nee, de rest. Nee, is goed. En ik zou zeggen, concentreer je. Het spel is kipsimpel. Wie het langst aan de lamp hangt, als team, heeft gewonnen. Klaar? Als team. Als team. Je mag nog trucs doen, dus magnesiumpoeder. Als er één iemand afvalt, dan is het team ook af. Nou ja, uiteindelijk, nee, wie het langst hangt, die kan voor zijn team een punt halen. Jullie mogen aanmoedigen, hè, dames en heren. 3, 2, 1, daar gaat hij. Zo. Mooi. Heel mooi. Oh, ze zijn echt goed. Het is wel iets te makkelijk. Even een beetje zo. Hey! Jullie zijn echt heel goed, jezus! Oké, niet eerst iemand eraf schopt, heeft een punt. Auw! Ja, het begint te komen, de eerste barsten komen erin. Oh jee! Bijna. Ja, dat is de eerste. Oh, Jan. Ze zijn echt heel goed hier. Dit gaat echt ontzettend goed. En we hebben de winnaar. Spring. Heel goed. Wow. Ja, heel knap. Ja, ik ben echt onder de... Dat was echt... Ik heb de tijd niet opgenomen. Dat was echt meer dan 2 minuten. Onvoorstelbaar goed. Ja, je gelooft het niet. Het lijkt op de ene moment stralend weer. En 1 minuut later denk je, het slaat om. Het wordt ongelooflijk slecht weer, dames en heren. Dat zul je net hebben. Heb je 1 uitje. Hier, de bliksem begint toe te slaan. Ik hoor onweer. Ik hoor wind. We gaan de boot evacueren. Wie als team het meeste bejaarden van boord weet te krijgen, levende lijven, krijgt een punt. Oh jee. Oh ja, die heb je al geoefend. Die kan gewoon in 1 klap eraf staan. Hou ze wel heel, hè? Hou ze wel heel. Ja. Oh jee. Het gaat niet lang meer goed, dames en heren. Oh jee. Sneller, sneller. We halen ons geen. Sorry. Ja, jammer, nee, ook maar een zink al. Jan! Dat is nou ook niet over. Het is niet zo lekker tijd voor jou. Hou maar. Wat ben je toch een ongelofelijke slijmer toch, Jan, soms. Ze lag al echt onder de gordel. En dan ga jij nog zo'n oma redden. Nou, je moet nooit vergeten waar je carrière aan te danken hebt. Dat is ook weer waar. Kom even bijstaan, heren. En ga even aanwijzen, of misschien kunnen we bij jou dat zelf zeggen, wie is door wie gered? Nou, dat is duidelijk een Jan-oma, dat is 1. Wie nog meer Jan? 2. Nee, hoor, dat was ik. Ja, die 2 mannen hebben wij gepakt, dat niet? Even kijken, hoeveel Jan en Alois? Jan en Alois, 1, 2, 3, 4, 5. Wij sowieso 6. Wij hadden er 6, Jan en ik. Ja, oké, dan toch een punt naar Jan en Alois. Heel goed, jongens. Mooi. Zullen we nog een laatste ronde gaan spelen? Ja. Kom op. Dankjewel, dames en heren. We hebben de punten uit de 3e ronde opgeteld, alle 3 de onderdelen. En de ronde is gewonnen door Jan en Alois. Ja, absoluut. 4e ronde, staat een grote 5 over, boven de 5e collega. Dat is iemand in deze kast die in jullie carrière echt een hele wezenlijke rol heeft gespeeld. Kom om beurt te kijken. Als je het weet, ga je gewoon terug naar je plek. Niks aan de hand. Weet je het niet, mag je allemaal nog 1 vraag stellen. Helder, hè? Dank u. Zou zeggen, kom lekker en werp een blik. Volstrekt neutrale uitdrukking, ik heb geen idee. Alois?
pakjes helpen wel weer. Echt stoere matroos of zoiets. Ja. Jan? Ja, er zit er gewoon een heel normaal iemand in. Nou. Mister. Wie weet het? Ik weet het niet. Niet? Jan? Nee. Een beetje of geen enkel idee? Ja, weet ik niet. Ja. Nou, oké. Okay. Kom één voor één gewoon weer naartoe en stel de vraag die je wil stellen. Hardop gewoon. Hardop. Maar echt in de categorie hoe heet je? Dat is heel flauw natuurlijk. Waar hebben we elkaar voor de laatste moed? Kermis Volendam. Goeie vraag. Hoor je dit antwoord? Nee, Kermis Volendam. Kermis Volendam. Ja, ik was er de laatste kermis niet. Dus allereerst, ja, maar het geeft niks. Nee? Nee. Wat doe je voor werk? De lekkerste attractie. Goed antwoord. Ja, hier moet je het mee doen. De lekkerste attractie? De lekkerste attractie. Dat weet ik, denk ik. Doe maar, Jan. Tenminste, wat ik lekker vind. Ja. Spreekbaar. Ben je van de Febo? Hij gaf geen antwoord. Gaat er geen antwoord? Ben je van de Febo? Hij gaf geen antwoord. Dan zit je warm of koud. Laatste vraag. Dat is het. Ja. Is er eten in spel bij die attractie? Heerlijke grillburgers. Yeah! Heb jij het gewoon opgelost? Want ik ga heel snel staan en schrijf het op. Je bent wel heel dom als je het nou niet weet. Krijtjes niet helemaal. Ja, nou ja, 1, 2, laat maar zien. Ik zie hier Febo Man. Ik geef een extra punt daar, ja. Kom er maar uit, Febo Man. Ja, ja, hoe is het mogelijk? Hoi. Hoi. Goedendag. Goedendag. Ben je erbij of niet? Nee, ik heb niks bij. Maar leuk dat jullie het gewoon absoluut niet wisten. Mag ik even één vraag? Dat mag, ja. Heeft u ooit wel eens een hogere omzet gehad dan met de kermis in Volendam? Bij de, met de mobiel bedoel je? Ja. Die was erg top. Dat geloof ik graag. Om het even heel precies te maken. Jij zit met de mobiele Febo op de kermis in Volendam. Ja. Klopt. En dus niet de Burger King, de McDonald's, nee, wat heb je nog meer? Nee. Allerlei heerlijke frieten. Ja, maar dat we die reclame even weggepoetst hebben. En wie van jullie eet het meeste daar? Hij komt inderdaad erg vaak, maar dit jaar niet, verleden jaar wel. Toen heb je nog voor de mobiel gelegen, kon je handtekeningen schrijven op zijn buik. Ik had er helaas geen tijd voor. Je lag gewoon onder de kraan en mensen konden gewoon handtekeningen op jou schrijven, ja. Jan Smit. Hey, dat is leuk, jongens. Ja, ik weet. Ga je zonder maar eens overdenken. Geef hem een heel hard applaus, de mobiele Febo meneer. Wat een kamer. Ja. Er rest ons nog één ding, jongens. De echte, allerbeste collega kennen. Wie zou het geworden zijn? Ik weet het. Het ging constant gelijk op, hè? Ja, maar op het allerlaatste moment. Alois! Hey! Helemaal goed. Kijk, hè? Ik hoop dat jullie nog iets van elkaar geleerd hebben. Volgens mij wel. Je dacht dat je alles wist. Het bleek niet waar te zijn, jongens. Het was een nuttige uitzending. En thuis weten we ook veel meer. Ik weet ook veel meer over jullie alle vier. Dankjewel. Tot de volgende keer. Graag.